Goeiedag en welkom bij aflevering 30 van Mike Jumboot met de Antwerp. Volgende wedstrijd, halve finale tegen Brescia. Ik zie jullie graag terug bij die wedstrijd. Hallo allemaal en welkom hier in San Siro voor de halve finale tussen Brescia en Royal Antwerp Football Club. San Siro, als je het mij vraagt, echt wel een voetbaltempo. Zeer mooi stadion. En een mooie plaats voor halve finale en de finale. Speelt er klaar voor. Speler te bekijken is Alexis Ferrante. Hij heeft in de vorige wedstrijd voor Brescia 2 keer gescoord. We zijn dus gewaarschuwd. Daar ziet hij hem. Now we can check on the line-up. Dit zijn dan de 11 namen voor Brescia. In doel. Pelagotti, dan Meccariello, Lanzini, Soma, Longhi, Dembele, Martinelli, Bisoli, Lecouf, Rivaldi en Ferrante. Het is te zien dat het een Italiaanse ploeg is. En dan nu voor Antwerp. Manager Nick Albrecht heeft voor deze 11 namen gekozen. Kevin Dubati start in doel. Dan Van Steenkiste, Fibel, Arslanagic Buta, Jadi, Ndiaye, Yatabaye, Limbombe. En 2 spitsen achter elkaar. Dat zijn Nunez en Ardaïs. De scheidsrechter van vandaag is Lauro Leopardi, een Italiaan. En dan kunnen we aan de halve finale starten. Eerste kans in Limbombe wordt gered door Pelagotti. Dan de corner met Limbombe. Gaat maar net naast. Nieuwe corner dan, weer Limbombe, Arslanagic kopt net naast. We zijn al een paar keer gevaarlijk geweest aan Limbombe. Limbombe met de trap en de prachtige goal. Vooral de pas van Yatabaré was zeer mooi. En Limbombe toch wel een beetje de man van het toernooi aan het worden, scoort. Feest op de tribunes. Voor Stallone Limbombe zijn tweede doelpunt. Dan Nunez, maar zijn schot gaat ver naast. Dan gaan we rusten in een eerste helft waar we vooral baas waren. Niet al te veel grote kansen, maar Brescia heeft geen enkele kans gehad. Dus we staan goed op schema. Rustad Bulet. Dan kunnen we beginnen aan de tweede helft. Longhi. Nog steeds van de bal naar Ferrante. En Ferrante scoort. We waren gewaarschuwd. Ja, ze konden zo door de verdediging lopen en ze scoren ook. Dan gaan we wissel doorvoeren. Roberto Nunez wordt vervangen door Zotsara. Randrian Bololona. Die gaat op de flank spelen en Jadi komt op de 10 te staan. Dan Limbombe met de flankverandering naar Randrian Bololona. Die gaat voorbij zijn man en schiet in de rechter benedenhoek. 1-2 getekend Zotsara Randrian Bololona. Mooie pas Limbombe. Zijn eerste doelpunt in de European International Cup. Dan Ardaïs met de trap en die gaat maar net naast. Gaan we nog een wissel door voor Stallone Limbombe en Reda Jadi. Sterke wedstrijd. Worden vervangen door Knokkaert en Gandri. Dan Lanzini, maar Debatti met de redding.
Dan een hoekschop. De keeper is meegekomen. Dubba die pakt. En als het snel gaat, kunnen we misschien nog counteren. Arda is naar Knokkaert. Knokkaert gaat voorbij zijn man. Knokkaert gaat op doel af. Knokkaert net in geval, dus toch Fries. Hij schiet. Maar te laat en wordt van de lijn gered. Maar de wedstrijd is afgelopen. We winnen de halve finale met 1-2. Toch wel verdiend. En eigenlijk had Knokkaert die laatste kans altijd moeten afmaken. Maar we zijn gewonnen, dat is het voornaamste. Verdiend en we spelen de finale. Goeie invalbeurt van Randrian Bolona. Eindstand hier in San Siro 1-2. En doordat we naar de finale gaan, krijgen we extra transferbudget 550.000. En dan zijn we nu klaar voor de finale van de European International Cup. En die spelen we tegen Rochdale. Onze vorige ontmoeting heeft hij ons met 2-0 verslaan. Hopelijk kunnen we nu winnen. En welkom dan hier in San Siro voor de finale tussen Antwerp en Rochdale. We zijn nu weer in San Siro, het mooie stadion. En daar ziet u de beker blinken. Hopelijk kan die mee naar België genomen worden. En de elf namen voor Antwerp. Coach Nick Albrecht heeft voor deze elf namen gekozen. Bollat in doel. Dan Van Damme, Sal, Batubin, Sika, De Laat. Rodriguez, Corijn, Haroun, Dekevi. Hermans, onze captain op de 10. En William Owusu in de spits. Ons A-elftal, ons beste elftal. En nu voor Rochdale. Coach heeft voor deze elf namen gekozen. Lily is in doel. Dan Temme, Brown, McGanny, Cannon, Henderson, Rafferty, Keane, Thompson, Camps op een 10 en Davies in de spits. Vorige wedstrijd waren we verloren. Hopelijk kunnen we deze winnen. Antwerpen op grote momenten zijn ze beter. Nog een kleine babbel voor de wedstrijd begint. De laatste richtlijnen. En dan kunnen we aan de wedstrijd starten. Beide ploegen zijn klaar. En Owusu zal de wedstrijd op gang trappen. Scheidsrechter is Leonardo San Milano, een Italiaan natuurlijk. Hier zit Owusu. En we kunnen starten. Dan Van Damme met onderschepping. Weer de onderschepping. Van Damme op doel. Maar die legt hem net over de lat. Dan Camps naar Henderson. Die shot buitenkant paal. Dan een nieuwe kans, maar Davies ligt hem onbegrijpelijk naast. Dan Hermans en die schuift hem lekker binnen. In de extra tijd van de eerste helft scoort Hermans de 1-0. En gaat vieren bij Arslan Agit. Feest in San Siro. Bij iedereen rood en wit. Hermans zijn eerste doelpunt in deze competitie. En wat voor een. Dan gaan we rusten. In een eerste helft waar we hebben kunnen scoren. Maar toch wel de grootste kansen voor Rochdale waren. Maar je moet de bal kunnen binnenleggen en dat hebben wij één keer gedaan door met Hermans. Ruststand, dus 1-0 voor Antwerp. Dan gaan we weer beginnen aan de tweede helft.
Henderson, maar makkelijke bal voor Boat. Dan Sleeuw naar Henderson en die ligt de bal in het doel. En in de 55e minuut alles weer te herdoen. 1-1 gelijk. Ik voelde de goal wel aankomen. Dan Henderson. Boat bokst weg. Dan de kopbal, maar Boat kan hem net onder de lat wegtikken. Gaan we een wissel doorvoeren. Stallone Limbombe, onze man van het toernooi, komt erin voor Youri de Gvi. En Van Damme naar Owusu. Owusu met de trap, maar Illis pakt de bal. En Heremans met een prachtige pas op Limbombe. Limbombe op snelheid. Legt de bal opzij en Owusu kan binnen tikken. De laatste seconde van de wedstrijd. De reguliere tijd. Scoort hij de 2-1. En nu staan we echt wel goed voor die beker te pakken. Vooral een mooie pas van Heremans. Zijn tweede doelpunt in de competitie. En dan is de wedstrijd afgelopen. We winnen hier met 2-1. En hebben de European International Cup gewonnen. Alles wat rood en wit is, feest in San Siro. En Rockdale druipt af. Gaan we nu de deken in ontvangst nemen. Heremans is een zeer blije captain. Owusu met een sterk toernooi. En hier komt dan Heremans aan. En die zal de beker in de lucht steken. En we zijn kampioen. Goed toernooi gespeeld buiten de eerste wedstrijd. Maar voor de rest was het een zeer sterk toernooi van ons. En ik denk dat we klaar zijn voor de competitie te hervatten. Hopelijk kunnen we Europees ook overwinteren. Maar dat zal moeilijk gaan, denk ik. Maar we weten nooit wat de groep zal zijn. Dat laat ik jullie vanaf een bekend iets ook zien. Royal Antwerp SC, European International Cup kampioen. En daar zijn we zeer blij om. En dan hebben we een transferbod voor John Bostock van 4 miljoen. Daar gaan we proberen een klein beetje meer voor te krijgen. Maar dat laat ik jullie zien. En dan vragen we voor 4.200.000. Ze willen maar 4 miljoen geven. Dan ga ik vragen voor 4.100.000. Maximum 4 miljoen, dat gaan we accepteren. Ik heb Bostock niet nodig en we hebben dat transferbudget wel nodig. Dus nu wachten op de onderlinge gesprekken tussen hem en de ploeg. En Italië is wereldkampioen geworden door de finale te winnen van Uruguay. Dat is wel grappig, want in het echt speelt Italië nog niet eens het wereldkampioenschap. Maar Italië had gewonnen in de halve finale van Frankrijk met penalties. En Italië had in de kwartfinale België verslaan met 1-0. Dus proficiat aan Italië. En John Bostock is verkocht. En het bestuur heeft 3 miljoen aan ons huidig transferbudget toegevoegd. Dat kunnen we goed gebruiken. Dit was het dan voor deze aflevering. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. En ik zie jullie graag terug bij de volgende aflevering. En daarin spelen we onze eerste competitiewedstrijd uit tegen Charleroi. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.